Ja, Youssef Akçabey, hoe bevalt zo nou de eerste indruk van Excelsior? Ja, voor mij persoonlijk voelt het als een beetje thuiskomen. En ik heb hier natuurlijk 10 jaar geleden gespeeld. En het is een gemoedelijke club en het is heel relaxed allemaal. Dus ja, het voelt gewoon echt een beetje als thuiskomen. Ben je geschrokken van het niveauverschil in vergelijking met Heerenveen? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel, dat wel. Maar ja. De stand ligt er niet om. Ze staan onderin in de Jubilee League. Het is een hele jonge groep. Ik zie wel dat het erin zit, dat wel. Alleen wat ik een beetje mis bij de jongens is een beetje dat gemene. Sommige jongens zijn nog wat dat betreft een beetje te lief. En ook een beetje te naïef. En ik denk als ze dat een beetje eruit weten te halen, dan kunnen zij gewoon makkelijk punten gaan pakken. Denk jij dat jij dan iemand bent die dat hun aan kan leren, dat gemene, dat agressieve? Ja, kijk, als het niet in je zit, dan kun je het eigenlijk niet aanleren. Maar ja, ook dat heb je nodig in de voetballerij. En of ik daar de geschikte persoon voor ben, ja, dat weet ik niet. Ja, maar jij hebt je contract laten ontbinden per 1 januari bij Heerenveen. Is dat met veel commotie gegaan daar, of hoe zit dat? Nee, het speelt al een tijdje en intern waren wat dingetjes gebeurd en... Ja, eigenlijk dingen die voor mij eigenlijk een reden gaven om te stoppen bij Heerenveen. En, kun je opnoemen wat? Ja, nee, ik wil niet inhoudelijk erop ingaan. Alleen voor mijn gevoel was het gewoon, de deur zat echt op slot. En met 3 sloten op slot, ja, dan moet je niet aan die deur gaan open trekken om die deur open te krijgen. En dat heb ik ook, dat heb ik in het begin wel gedaan en daarna houdt het op een gegeven moment op. Ja, nu ben je toch bij Excelsior. Heb je het gevoel dat je hiervoor een grote waarde kan zijn? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen ik wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. En ik heb Ferry de Haan heb ik gebeld om te vragen of ik hier mee mocht trainen. Ferry heeft dat teruggekoppeld naar de trainer, naar Leon Flemings. En een dag later werd ik teruggebeld dat kon. Dus daar ben ik heel blij mee. En het is beter dan rennend naar de sportschool gaan, daar mijn oefeningen doen en weer rennend terug. Dus kijk, hier ben je met de bal bezig. En ik denk dat het mes aan beide kanten snijdt. Het is A, goed voor mij dat ik weer op het trainingsveld sta. En ik denk B, voor het team, voor Excelsior, zouden zij misschien wat kunnen leren. Qua coaching zou ik daarmee kunnen assisteren. Maar bedoel je leren alleen binnen trainingsvelden? Of ook nog misschien een definitieve overstap maken naar het team en gewoon het seizoen afmaken met Excelsior? Ja, ik ben heel transparant daarin en ook open geweest naar Ferry de Haan en naar de trainer. Kijk, er speelt wel wat, het is niet concreet en dat heb ik ook eerlijk gezegd. En ik slaat bij voorbaat, ik Excelsior, sluit ik niet uit. Oké, ik heb jou ook aan de telefoon gesproken. Toen zei je dat je liever in het binnenland wilde blijven dan het buitenland. Heeft zich er een club gemeld uit het buitenland? Ja, er hebben een aantal clubs gebeld uit het buitenland waar ik naartoe kan. Maar dat wil ik niet. Nee. En waarom niet? Omdat ik ben nu 31. Ik kies gewoon voor mijn familie en voor mijn gezin. Dan zou ik weer moeten gaan verhuizen. Ik heb een kleine en de tweede die is op komst. Dus ja, er is meer dan voetbal. Heb jij voor jezelf een deadline gesteld voor wanneer je een beslissing gemaakt hebt waar je heen gaat of waar je blijft? Nee, dat heb ik nog niet. Nee. Dat is ook zo'n goede vraag, daar moet ik eens over gaan nadenken.